Nou ja, mijn naam is Tom Kamminga, ik ben 25 jaar. Ik werk met lichtverstandelijk beperkte jongeren vanaf een jaar of 14 tot met uitstroom tot 20. Mijn functie heet officieel pedagogisch medewerker B. Ik zit in een woonvorm, kleinschalig wonen. En sinds kort implementeren wij CCC methodiek. Dus eigenlijk wat wij doen is het zo normaal mogelijk de dag laten verlopen zoals dat thuis ook zou gaan bij de jongeren. Een duidelijke dagplanning waarin wij in ieder geval altijd die dagplanning volgen. Ook al lukt het de cliënt op het moment soms niet om het te doen. Houden wij ons altijd aan die dagplanning en aan die structuur. Waardoor het eigenlijk constant duidelijk is wat er gebeurt. Kinderen die bij ons wonen hebben vaak hechtingsproblematiek. En ervaring met afwijzing. Dus is het heel belangrijk dat wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Ik ben echt een groepswerker. Ik zit altijd lekker tussen de jeugd. Ik werk vaak deescalerend, dus ik zie vaak dingen wel aankomen. Ik zorg altijd dat ik overal bij ben en op de hoogte ben. Ik meng me eigenlijk gewoon lekker tussen de jongeren. Ik ga gewoon lekker met ze op de bank zitten, ga mee PlayStationen, ga mee voetballen. Ja, waardoor ik eigenlijk voor zorg dat ik constant wel op de hoogte ben wat er in de groep speelt. Dus dat is een beetje mijn begeleidingsstijl. Ja, ik heb zelf, wat denk ik mijn kracht is, wat ik ook altijd wel heb voorgelegd bij, eigenlijk bij mijn sollicitatie al. Van, ja, ik heb zelf ook niet altijd makkelijk gehad. Daardoor kan ik me heel erg wel vinden in de jeugd. En de jeugd merkt dat vaak ook wel. Als je zelf dingen hebt meegemaakt in je jeugd of in je leven, dat zij, dat als jij hun aan het begeleiden bent, dan kunnen zij zich daaraan koppelen of spiegelen. En zij merken vaak wel aan een persoon of die het uit het boekje doet of dat die echt een eigen feeling heeft met je. Dus ik denk dat dat mijn kracht is. Ik kom ook van best wel ver en mij is het ook gelukt, dus waarom kan het hun niet lukken? En ik ben daarom om hun elke dag bij te ondersteunen. Ik denk toch dat ik een cliënt die binnenkomt als iemand die heel kwetsbaar is, dat je die weer een zinvolle daginvulling geeft. En dat is me gelukkig meerdere keren gelukt samen met mijn collega's. Ja, dat zijn super momenten. Alleen lukt dat helaas niet altijd, maar ook voor die mensen beden. En die succesgevallen, ja, dat is het mooiste gevoel wat er is. Daar doe je het voor uiteindelijk.